Waar staat Gouden Dagen voor? Gouden Dagen is een stichting die zich richt op de bestrijding van eenzaamheid onder ouderen. En de naam Gouden Dagen is eigenlijk gericht op, we willen voor iedereen, nou zeg maar eventjes in de laatste fase van hun leven, toch nog mooie dagen organiseren en zorgen dat de meeste mensen betrokken kunnen worden bij activiteiten. Jolanda, jij bent initiatiefneemster van dit boek. Hoe is dit boek tot stand gekomen? Vorig jaar zaten we in de lockdown en ik zat te bedenken hoe bizar het is dat we de 75 jaar vrijheid niet kunnen vieren. Omdat we zelf natuurlijk beperkt zijn in ons doen en laten. Ook bedacht ik, het is de laatste generatie die kan vertellen over de oorlog. En hoe mooi zou het zijn om die verhalen te verzamelen en te bundelen. En natuurlijk ook voor de kinderen die dat zometeen allemaal nog na kunnen lezen. En is het veel werk geweest om dit boek te maken? Nou, het meeste werk, moet ik eerlijk zeggen, heeft Sandra gedaan van Gouden Dagen. Wij hebben de verhalen verzameld en op een gegeven moment, het was zo enthousiast ontvangen bij ons in Heemskerk, in Kastrikum, Heilo en Beverwijk. Dat ik denk, misschien kunnen we dan landelijk gaan trekken. En Sandra die heeft zich eigenlijk met het boek verder bemoeid om er een prachtig boek van te maken. Was u meteen enthousiast om mee te doen aan dit boek? Toen ze vroeg of u een verhaal wilde vertellen. Ik kwam bij een boer terecht. Via de kerk werd ik naar een boer in Heerhugowaard gestuurd. En daar had je natuurlijk weinig in. Alleen dat er kwamen steeds mensen in de boerderij. En die weer sliepen in de Hoorberg. En Amsterdam was meestal. Ik weet alleen dat er één man was op de straat gelopen daar. En die werd neergeschoten. En die werd dus naar binnen gebracht. Ik ken me goed herinneren dat het lijk er naar binnen getrokken. En wat vindt u ervan dat al die verhalen in een boek zijn gezet? Ja, dat is wel goed, ja. Ja, zeker wel. Zie, wat een ellende het is om oorlog te hebben. En wat gaan jullie doen met dit boek? Nou, we gaan het boek aan onze gouden clubs uitdelen. Dus alle clubs die hebben meegedaan, hè, die verhalen hebben verzameld. En we delen het ook uit aan scholen voor groepen 7 en 8. Zodat kinderen daar ook de verhalen kunnen lezen, klassikaal. Of naar het filmpje kunnen kijken. Er zijn twee filmpjes gemaakt naar aanleiding van de interviews en de verhalen. En zo hopen we dat we dit boek bij zoveel mogelijk mensen terecht kan komen. En was de animo groot om mee te doen? Ja, was zeker heel groot. Ja, we kregen gelijk heel veel mooie verhalen, ontroerende verhalen hebben we gelijk ontvangen. En is het een historisch boek geworden? Ik denk het wel. Ja, ik denk het wel. Ik denk dat we er wel, dat er wel een stukje geschiedenis in staat. Het stukje dat ik aangeleverd heb voor dit boekje heet Die Ene Man. U heeft aan dit boek meegewerkt. Ja. Wat vindt u van het boek? Is het mooi geworden? Ik vind het boekje, wat ik nu even gezien heb, want ik moet het echt thuis nog even goed gaan bekijken, vind ik het er schitterend uitzien. Heel erg mooi gedaan. En het belangrijkste is natuurlijk de inhoud en niet het uiterlijk. En waarom is dit boek zo belangrijk? Ja, het boek is heel belangrijk om iedereen het te laten lezen. Ik hoorde al dat scholen mee gaan werken, dat we bij de volgende generaties na ons, wij zijn er over een aantal jaren niet meer, de volgende generaties, door gaat werken met het idee wat vrijheid is. En vrijheid moet eigenlijk met hoofdletters worden geschreven, elke keer weer. Want dat is het belangrijkste. Ik zei net al tegen iemand, kijk maar eens wat er de afgelopen dagen weer gebeurd is. Eén verkeerde kick en er valt een bom op je huis. En dat hebben heel veel mensen in Nederland en in heel Europa en in zoveel landen meer meegemaakt. En ik denk dat we altijd moeten blijven werken, ook met de volgende generaties, om dat uit de wereld te krijgen. Een hele zware en moeilijke opdracht, denk ik.